Ja, lief Lu, hoe ben ik? Ik ben bij Brasserie Martinique Kerkhoor, bij de Mike en Suzanne. Nou, dankjewel dat we mochten komen. Ja, bedankt dat ze best gekomen. Ja, jij hoor. Vertel eens, u zit nu pas, hij ben hier zit. Ja, even voor corona, ze hadden de zaak overgenomen. Wie is dan over u gegaan? Ja, we zijn er ietsje januari zijn voor u geopend. En dan wordt het Zengweg geopend. En toen mogen we het Zengweg het zaal. Dus dat wordt geen pretje. Dus we hadden toch maar net geraad en een lui. En ja, we zijn blij met ieder steuntje. En dat de lui blijven komen. En ja, dat is heel belangrijk voor ons. Want anders hadden we het niet geraad. Er zat natuurlijk corona, het ziet natuurlijk heel erg moeilijk weer. En wie is het dan nu? Nu zeg maar, de terrassen open zijn, wie ervaren dat? Komen de lui ook warm terug naar u? De lui komen langzaam warm terug. Maar vooral de oude lui, die gaan toch nog immer muiten. En vooral lui nu pas warm je ziet. En dat zijn lui die komen dan nu voor de eerste keer. Moet je je voorstellen, nu voor de eerste keer warm ons naar boesten. Ja. En we gaan natuurlijk het terras mogen uitbreiden van de gemeente. We zijn voor dankbaar voor, want anders hebben we voor, ja, nog minder plaats. Ja, we gaan nu een boost 56 plaatsen en binnen 28. Maar ja, dat is nog maar, natuurlijk maar de helft van wat we normaal hand. Dus ja, we moeten maar met de goede riemen die voor hand. Hoor. Ja, dat is in feite voor alle ondernemers een keer. Goh, dat is heel moeilijk, een moeilijke tijd natuurlijk. En hij binnen, maar hij binnen natuurlijk met afstand, met de anderhalve meter afstand. Hoeveel lui kan er binnen ongeveer plaatsen? 28. 28 lui. Dus, ja. Dat is natuurlijk weinig, heel weinig. Hè. In plaats van 60. Ja, dat is dat, minder dan de helft natuurlijk. Hè. Helft, ja. Normaal hand verboost een plaats voor 80 man. En we gaan nu 56. En moeten jullie dan reserveren bij u als ze binnen willen zitten? Ze moeten in principe kennen ze je aan de deur vragen van ik wil hier reserveren en dan kennen de lui hun plaats nemen. En dan is dat prima. Verandert hij zo ingedeeld dat de witte steun bezat mogen worden, de zwarte steun net. En vol is vol. Ja. Wie is het met het menu? Wat hadden we voor menu? Wat kennen de lui bij u voor waarde? Broodjes, tosties, pannenkoeken, soepen, wafels, ijs en natuurlijk de warme gerechten. Een biefstukje, een zoervlees, schnitzel. Dus. Kippenpasteitje. En dan hadden we nog een pasteitje. Hè, en we hadden nog een borrelkaart, de kent bitterballen, gemengde snacks. Wat er wilt. Dus we hadden een zeer ruime kaart. En niet zo groot, maar gewoon dat voor je kringen je erop steekt. Waarvan je zegt van ja, en daar had ik nog zin op. Nou ja, ik zou wel zeggen, lui, begin te reserveren, want ja, wanneer gaat dat huur? Ja, dan moeten we heren komen, dan moeten lui nog animeren om te zeggen van hey, daar bij Brasserie Martinique, daar jullie op het terras of daar niet lekker binnen zitten. Jans hier. Ja, dat denk ik. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Het jullie goed de komende tijd en ik hoop dat ja, de lui zich aan de regeltjes houden, hè, dat we nog lang genoeg, dat zal nog wel goed komen. Dat zou wel, ja. Dus, ja, heel veel succes, het jullie goed en dankjewel dat we mochten komen. Ja, bedankt. Jullie ook bedankt. Dankjewel.